Hallo dames en heren, leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe GTA 5 aflevering hier op ons kanaal. En ik ben hier niet alleen dit keer. Ik ben hier ook samen met iemand anders, maar die is heel even weg denk ik. Ben je er? Hallo? Nee, blijkbaar niet dus. En wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag weer online adventures spelen. Dus jullie weten wat dat betekent. En we gaan ook beginnen aan de heist. En het is een, weet je, een heist nou ook weer jongen. De serie A, dat was hem. Serie A heist. En het is een setup eigenlijk, dus geen echte huis. Nou ja, maakt niet uit. Dus, hopelijk gaan jullie het leuk vinden. Vergeet dan niet op dat blauwe duimpje omhoog te drukken voor meer. En dat zou ik zeer op prijs stellen. En vergeet ook niet te abonneren. Jullie weten het deal. Abonneren is altijd nog gratis, zoals ze dat mooi zeggen. En de afgelopen keer zijn niet altijd evenveel video's online gekomen. Excuses. Dat is, heeft te maken met onder andere school. Dat is namelijk naar school, ja. Ik vind het helemaal niet leuk. Oh ja, dat zal je me hebben hoor. De Stijn. Nee, we zijn al bezig. Ik ben al bezig. Oké. Zeg maar hallo tegen de andere wereld. Of met bij de YouTube wereld. Hallo. Ik ben er niet zo droog als een andere gast die ik ooit een keer heb gehad. Hè. And you know who. Oh. Maar weet je, Sam die reageert niet. Jongen, werkt ook weer niet. Ja, begin die ijs dan maar. Oh. Oh. Je mag tegenwoordig geen glitch videos meer online zetten, hè? Op GTA. Op YouTube. Nee? Ja, dan krijg je een strike. Omdat ze niet willen dat je, weet dat, glitches online zet, maar ze zelf patchen ze dan niet. Ja. Ik bedoel, er zijn mensen die laten zien hoe het gaat. Hoe je dan... een glitch kan doen, dan kan je die toch patchen, maar helaas. Er komt wel een nieuwe update. Over oh ja, de update komt... Ja, maar de leukste. Niet bikers in ieder geval. Oh, damn. Mijn toeter. Dit kan nou wel eens in één keer halen. Ja, beter. Niet dat we allemaal van die noobs krijgen, hè? Want heel vaak joinen noobs. En met noobs bedoel je dan level 20ers. Altijd die mensen. Ja, maar dat was gewoon onzin. Want dat was zeg maar, als ik het zat in feite, ja. Dat was gewoon hun, hoe zat ook weer? Hun stapte in zo'n helikopter die al kapot was, zeg maar, en toen ontplofte die. En we hadden geen teamlevens meer, dus ja, toen dat faalde me een beetje hard. Hey, Max en Manche join. Wauw. Nou, die is zo geliefd, denk ik. Oh. Wat? Wat? Hij joint ook. De mensen die het willen weten, die, dat is iemand die een beetje een geldwolf is en die wil altijd geld verdienen. En hij heeft ons een beetje hard genaaid. Als hij blijft, dan is het echt. Ja, als hij blijft wel, maar dat zal toch wel niet een liefde. Als hij een andere vriend invite, is het ook goed. Ik kan hem niet eens meer als vriend toegevoegd. De naaibal, waar we nog steeds 200k voor krijgen. Oh, een event, jongen. Kijk, Kaas Dijkhoff joined ook. Dat begint me. Echt? Ah, nee, ja, echt level 18. Dat is de kast die waarschijnlijk mede voor 0% in onze plek. Echt? Ja. Oh. Want toen hij, toen waren toen bezig met de setups voor die heist. En toen was hij level 4 of zo. Oh. Ja, die Max is maar echt ook een... wat doen wij, met chopper of met boot? Op zich maakt niet zo uit, we zitten niet meer bij elkaar. Boot is het in ieder geval geworden. Dan zijn we lekker boot. Oh ja, ik heb trouwens 500.000. Ik had op mijn andere account dat ik dat een duur huis heb. Oh wow. Ik heb een bericht ontvangen van Max en Mandje. Die level 18 vriend is van mij. Dat is wel even weet ik. Oeh. Ik kneel. I know. Kijk, even een leuke auto pakken. We gaan denk ik voor de tromgeroffel Alfa. Oftewel de Cadillac, zo noemen ze hem ook wel. De Cadillac. We zijn echt kapot slecht volgens mij, maar oké. We gaan er maar het beste van maken. Max op zich niet, maar de level 18 gaat wel. Die Max is op zich ook niet goed. Nee, maar... Vergeleken met ons. Ook al heb jij je levels een beetje uitgecheat, maar voor de rest. Die is nou wel goed. Oh wauw, komt jij met zijn skere auto die gratis is. Die auto voor mij is gratis. Oh, dat ben jij. Ja. Ik dacht dat iemand anders was. Ik dacht dat hij mag. Hij is zo helemaal gepimpt. Ik heb er nog heel veel geld aan uitgegeven.
Oh ja, die van mij is beter gepint dan. Hoe weet jij dan nou? Die van mij is ook al 120. Ja, maar die van vriend, die van mij is goud. Oh ja, jouw auto, jouw Alfa bedoel je? Nee, mijn die gratis auto. Die heb ik ook al. Ja, die is ook gratis voor mij. Of wat? Jeetje. Ja, maar goud. Goud. En heeft ook een coole toeter. Die toeters zijn echt stom. Nee jongen, dat is badass. Nee, maar dat is wel. Als we dit nou in één keer halen, dan maar we gaan niet meedoen met die grote huis open, hè? Mogen ook open uit zijn. Holy damn, wat deed jij met je auto, man? Boy. Ze mogen wel meedoen met de volgende setup, maar de grote huis, nee. En dan krijg je er niks voor. Vijfde keer, nee, kan niet. Minimaal 5%, wat echt onzin is. Okay. Kan je niet 0% geven? Ja. Dat kan. Dat op zich best wel dom is, maar oké. Je moet dan bij de laatste heist in inviten en dan bij de laatste setup zeggen, ja sorry, een vriend van mij doet mee voor 20%, sorry. Ja, zoiets hè. Wat ze helemaal ook bij ons hebben gedaan. Want dat exact wat Stijn net vertelde, dat hebben ze bij ons ook gedaan. Dus, hey, waarom heb ik een mes bij? In één keer pakken, ik ga wel onder trouwens. Ja, ga jij maar boven. Ja. Want toen hebben we zeg maar ons. Ja, daar ga jij onder, ook goed. Hey, ik word beschoten. Chill. I will handle this shit. Dan zullen we niks aan die ander hebben. Je weet natuurlijk niet hoe het werkt. We zijn niet eens met helikopter gekomen. Jawel. Kan niet anders. Nee, kijk. Een helikopter is daar ergens achtergebleven. Oh nee, ja. Stap ze niet hoe het werkt, zeker. Heeft die keuk. Nee, er ligt geen cocaïne. Can I get your coke? Coke, please. Oh, er zijn helikopters. Kun je een keer even uit de lucht halen? Wat niet ik wil. Oh, ja, die hebben niet eens zo'n wapen daarvoor. Ja, en enige ding wat we doen bij huis en zo is helikopters halen. Oh ja, ik zie hoor het al. Nou, meer hoeven ze ook niet te doen. Dan gaan ze toch dood. Meer kunnen ze ook niet eens doen. Oh shit, er viel een helikopter uit de lucht. Maar oh ja, er staat ook serieus nog waar. Er ligt gewoon serieus waar een coke naast hun. En ze pakken hem niet eens op, dus dat moest ik even doen voor ze. Echt mooi. Oh shit, er zit. Oeh. Er is een aap naast me. Oh, we hebben al 4 coke, al 5 coke. Alleen volgens mij heb ik hier niet echt iets te doen. Alleen maar boven coke. Jou nog. Oh, daar ben jij. Boven jou zit nog. Oké. Okay. Weet, dan gaan we dit wel halen, niet zoals de vorige keer. Nou, als er nu nog iemand dood is, dan denk ik echt van... Wow. Wat een noob. Oh shit, is hij best wel vol. Er staat nog een boven mij te schieten, die ei. Zit hier nog wel ergens heen, hier ergens om de hoek. Waar is er meer? We moeten nog wel even verder omhoog. Dan kan je hier achterin dit stoken. Ja. Smoke, coke, everything. Hier ligt ook nog coke op die tafel hier. Ik ben nog twee. Ja. Body armor. Ga dadelijk maar bij mij achter op de scooter, mobiel, waterscooter. Nee, ik heb een toeter op mijn maat. Je weet dat de enige apres-ski nummer dat gemaakt is door, enige. Hallo. Oh wauw, nou komt die Max wel in actie hè. De ei, bij de laatste. Oh wacht, Stijn, ik vaar. Weg voor jou. Wat doe je in de jacuzzi? Oh wauw, ik heb geen kogels met mijn homie. Hey, of die kaas lijkt wat even aan de kant, dankjewel. De mannen moeten er langs. Ik vaar om mijn eigen ding, we mogen lekker hebben. Oké, dan chap ik wel even zo'n. Oh wauw, de helikopter ligt op de grond van ons. Hey, stap in een waterjetski ding. Wow, wat is die vet aan het doen? Ga ze erop, ik heb die level 18 bij mij. Oké, dan weet je dat het niet goed. Nee, vorige keer moest ik iemand ophalen, toen deed ik deze setup. Toen moest ik iemand ophalen, want die wist niet waar die heen moest. Ja. Nou, ik ben zo bijna kwijt, joh.
pas maar op, die vent botst op jou, die Max. Ik zeg maar wacht hoor, ik weet niet, ik ben zo kwijt. Lol, hou die. Nee, dat zou uiteindelijk lief of zo, omdat ze ons naaien. Zoiets. Nee, want ik denk wel dat ze deze set ook meedoen. Ik hoop het voor ze. Want die kaasdijkhof die heeft geen geld nodig. Kijk hoe snel het ding gaat. Nou, geld nodig, oké. Stal niet zo heel veel, want we doen toch alleen maar de laatste. Wacht, hij drinkt op pauze. Hij gaat toch geen waypoint zetten? Maar mocht je ooit samen met mij gamen, dan weet je in ieder geval wat je niet moet doen. Zijn waypoint zetten. Alsjeblieft dan, dan wij dan niet mag. Ik kan hem al verwijderen. Oké, okay, gas op het water. Op de kant. Oh, nog ver ook, joh, gek. Hé, hey, heeft de T20. Is de T20 van mag? Ik heb hem niet om dan, in dan. Tenzij we erin kunnen. Nee. Ik pak die motor daar. Shotgun claim motor. Shotgun claim mijn eigen auto. Nee, die bel ik wel. Die heb ik al gebeld. Gewoon op de serf, of op de knop duwen. Oké, okay, waar is de auto? Oh, hij staat hier. Hij staat hier zwaar naast jou. Er kunnen maar twee mensen in, dus. Nou, weg voor die andere. En hebben we de 220. Oh, wat? Hij kan erin. Wow. Ik hoorde hem doen. Wat is je vet aan het doen? Gaat hij naar zijn eigen auto pakken terwijl hij in de T20 kan? Oké, de logica van tegenwoordig. 535k. Hé, hey, dan heb ik ingehaald. Wow, maar ik speel niet zo heel veel GTA. Weet je hoe? Nou, ja, door juist te verkopen. Ik had op mijn tweede character. Ja. Had ik, de duurste huis. Zo. En hoezo, daar krijg je er helemaal niet zoveel geld voor. Nee, 200.000. Ja. Oh, dat kreeg je wel. Ja, dus ik kocht een garage van 25.000. En toen kreeg ik 195.000. We zijn al bijna klaar met de eerste setup. Dus ook met de video. Ik denk, ja, want ik kan niet langer dan 15 minuten uploaden op 100 uur. Moet ik wachten? Ja. Dat is een beetje stom, maar het is niet anders. Maar ja, ik sluit dan gewoon de video af. 1, 3, 2, 1, zo, 2 hebben we gehaald. Oh. Oké, dus hierbij zet ik de video af. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Subscribe, like deze video. Alles. Ja, in ieder geval dat. En tot de volgende keer. Dus ja, tot de volgende keer. See you.